Dames en heren, we zijn al begonnen. Nee, ik ga niet praten, wat ga ik zeggen? Oké. Hi guys, kan ik al beginnen? Ja, weet je. Hi guys en welkom bij een nieuwe video. Nee, dat komt wel. Normaal. Wij hebben vandaag een... Ik kan dit echt niet. Schat, je hebt het zo vaak gezien. Ja, klopt, je hebt gelijk. Hi guys en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een Kapsalon mukbang. Hey. Wij hebben namelijk op Instagram gevraagd wat jullie eigenlijk willen dat wij gingen eten. Ik had 3 keuzes, zeg maar, in een poll. Oh. Wat? Oh nee, Kapsalon heeft alsnog gewonnen. Hey, Kapsalon heeft 35% van stemmen. McDonald's 34, Close Call. En Snackbar 31. Ik heb op Snackbar gestemd, hè? Echt waar? Ja. Nou, ongeveer 700 stemmen op Kapsalon. Dus. Ik had zin in een patatje oorlog. Ik had ook zin in patatje. Wat? Friet. Hey, je bent bijna een patatje, hè? Hey, dat had je bijna. We hebben een beetje haast, want we gaan zo meteen naar de final screening. Viewing. Viewing. Van Mokro Mafia. Ja. We wisten het eigenlijk wel. Maar we zijn gewoon altijd laat. Het begint over 3 minuten. We wisten de entree. We zijn er niet over 3 minuten. Maar goed. We hebben het dus bij Moes Kapsalon gehaald. Daar hebben we nu een beeld van. Oké, jongens. Het blijkt dus de beste kapsalon te zijn uit Amsterdam. Oh. Kapsalon aan Nuffel. Anyways. Wat vind je? Wow, dit is echt een vette camera. En heeft zo'n mooi licht. Ik maak geen foto, maar het is wel een vette lens. Ik kan ook inzoomen. Laten we zien wat ze allemaal hebben bij Moes Shawarma. Ik ben een groot aandeelhouder hier, want ik bestel hier 4 keer in de week. Zo wat zien, ja. En de echt scanners. En? AA. Ah. Ah. Ja, je moet het wel altijd drinken als je kapsel meet. Oké. Okay. Dus, nou, cheers, mate. Oeh, het zit toch gemaakt, hè? Ja, ik heb dus Kapsalon, is denk ik wel oprecht een van mijn favoriete fastfoods. Echt? Ik zweer het. Ik vind het dus echt niet zo bijzonder. Maar je hebt het ook nooit gegeten. Ja, oké, okay, maar ik heb het wel eens een hapje of zo. Maar okay. Ik heb zelfs een tijd gehad als ik uitging. Kan ik al beginnen? Weet ik niet, moet dat? Wat is een mukbang eigenlijk? Ik weet niet eens wat een mukbang is. Je hebt zo vaak met mij een mukbang gedaan. Ja, man. Maar waar is het? Ik heb nooit met jou een mukbang gedaan. Nooit. Ik heb nog nooit een mukbang gedaan. We hebben het wel 120 keer gezegd. Hoe bevalt het? Rustig. Waar is de friet? De friet zit onderin. Ja, ik vind het gewoon dat de friet gewoon met mayo moet. Jij zei nog, zullen we friet bestellen? Maar friet zit er wel in. Ja, ik vind het raar. Maar waarom is het dan zo ongezond? Want je hebt en sla. Ja, oké. Je hebt saus. Het is niet verkeerd, hoor. Ik heb een tijdje gehad dat elke keer als ik uitging... moest ik Kapsalon eten voordat ik naar bed ging. Erg, hè? Ja. Dat was dinsdag ook trouwens. Hoeveel calorieën is er? Eergisteren. Huh? Ja. Ik vind het wel lekker, maar ik vind wel... het jammer dat je dan geen mayo bij de friet hebt. Kan wel, op zich. Zal ik het doen? Ja. Ga je dat doen? Ja. Zij is helemaal gek. Om het nog even wat vetter te maken, toch? Ja, om het nog slechter te maken. Ja. Het blijkt dus oprecht... dat je van 10.000 calorieën in te zitten. Hoeveel? 10.000. Schat. 10.000? Wat, serieus? Natuurlijk niet. Ik zweer het. 10.000 is die challenge, toch? Zoek maar op. Doe deze. Oh, ja, dus 10.000. Dat kan niet. Nee, dat kan helemaal niet, joh. Heerlijk, mayo. Wat is jouw favoriete saus? Zo. Ik weet Vraag het je niet. Wat, hè? Ik denk, het ligt echt aan het gerecht. Maar ik denk mayonaise wel altijd eigenlijk. Maar wel Zaanse mayonaise. Nee. Frietsaus? Mayonaise. Ik vind frietsaus echt lekker. Ik vind chilisaus. Oeh. Chilisaus is heel lekker. Ja? Weet je wat lekker is met chilisaus? Pizza tonijn. Ja, dat is kapot goeie. Ik heb het nog nooit gegeten. Maar ik had net een keer Bo laten proeven. En die ik heb best nu... wel vaak tonijn cravings. Ja, ik moet een keer pizza tonijn eten en dan, hoe heet dat? Chilisaus erop doen. Fucking goeie. Weet je wat ik denk wat er gebeurt met Kapsalon? Nee. Het is eigenlijk niet zo lekker. Niet? Het is lekker, maar het is niet super lekker. Vind je het niet super lekker? Ik geniet niet enorm. Nee. Maar het is denk ik verslavend. Je hebt hier trek in gewoon. Cravings.
Maar als je het eet, denk je eigenlijk... Ja. Nou, ik vind het wel oprecht heel lekker. Gekke sushi of zo, toch? Ja. Dat is echt heel lekker, maar dit is wel... Trouwens, het blijkt de lekkerste te zijn, toch? Sowieso. Ik vind de friet alleen een beetje dikker. Ja, dat hoort. Want als je dunne frieten hebt in een kapsalon, dan valt... Waarom praat ik als een gek kapsalon? Ik expert ben. Als je kapsalon eet, moet je altijd AA erbij hebben. Zo, dat is wel lekker erbij, ja. Dat is goed, hè? Ja. Dat past perfect gewoon. Ja, maar ja. Maar dan ga je en kapsalon eten en nog... Veel suikers. Ja, dat is wel slecht. Past het allemaal? Maar toen ik me dat hoorde zeggen, dacht ik echt, jezus, wat ben jij een saai wijf. Wat dan? Ja. Oh, ga je en dat en... Ja, Jezus Christus. Ja, boeien. Ja. Nou, lekker. Goed hoor. Ja, ik vind het wel gezellig. Kapsalon eten? Ja. Je hebt ook een soort entourage. Wat is dat? Ja, misschien is het wel een verkeerde woord, maar... Ik bedoel, je eet kapsalon, maar je voelt ook gewoon dat je de kapsalon aan het eten bent. Snap je wat ik bedoel? Klinkt het heel raar? Het klinkt heel vaag, hè? Ik moet zeggen, de kipdunner is heel goed. Is goed. Perfect. Maar ik bedoel, zeg maar, dat je kapsalon... Ik kom er zo even op. Ik ga er even over nadenken. Ik weet even niet wat ik bedoel. Ik heb trouwens ook jongens op mijn Instagram gevraagd, omdat ik met Esseldien ben. Mocht je denken, wie zijn jullie? Nou, ik ben Fik, dit is Esseldien. Esseldien is een hele goede vriend van mij. En ik heb wat vaker mijn video's gekomen. Ja. En als jij jezelf zou mogen omschrijven in een paar woorden in je dagelijkse leven, wat zou je dan zeggen? Ga ik daarna. Oh, jij gaat mij ook beschrijven? Ja. Oh, oké. Okay. Dan denk ik... Nee, oké. Jij mag gewoon jezelf. Hé, hey, je mag me wel omschrijven. Ik ben wel benieuwd. Oké. Okay. Maar je gaat me sowieso vieren. Maar oké. Okay. Ik denk dat ik een lieve, zorgzame jongen ben. Ja, toch wel niet? Nee, dat is echt overdreven. Ik denk dat ik gewoon een mensenbens ben. Of zo? Ja. Hoezo omschrijf je jezelf? Ik ben hier door voorbereid. Trouwens, dames en heren, Fik heeft mij niet voorbereid op dit soort vragen. Hè? Ik vind jou een hele sociale jongen. Ja. Maar waar ik eigenlijk heen wilde gaan... Dus ik weet precies waar je heen wil gaan. Is dat jij het wel goed doet met de ladies, met de dames. Ja. Je geeft ook feestjes in Amsterdam. En ja, ik weet natuurlijk wel wat er in jouw DM slijt. Of andersom. Ja, en daar is eigenlijk deze vraag zeker op gebaseerd. Want ik dacht, hoe leuk is het als ik aan jullie vraag of jullie advies hebben voor een jongen vanuit een meisjes oogpunt. Of eigenlijk vanuit een jongens oogpunt, maar dan het meisje die de vraag stelt. Oké. Okay. En ik heb er een paar en ik... Oh god. Ik ga die gewoon aan je stellen terwijl wij onze kaps... Of tenminste, terwijl wij onze kaps eten. Ja. En de eerste vraag is, waarom mannen zo vaag en onduidelijk zijn? Het is wel een beetje een brede context, vind ik. Want ja, ik snap haar, maar ik vind vrouwen ook heel onduidelijk. Ik denk als een man onduidelijk is, ja, dan wil, dan zijn wil er twee dingen. Niet, hè? Of hij weet het zelf ook gewoon niet. Maar vaak is het gewoon dat hij het... Je niet wil. Dat hij je niet wil, maar wel aan het lijntje behouden. Dat is gewoon echt zo, denk ik. Want als jij bent wel eerlijk. Ja, want als je je vaag gaat lopen doen, want je weet, je weet of je wil het niet, toch? Maar als je niet wil en je gaat vaag lopen doen, dan wil je eigenlijk gewoon iemand aan het lijntje houden. Want daarom doe je vaag. Anders zeg je gewoon, ja, ik voel het gewoon niet. Ja, dat denk ik ook. Als je vaag gaat lopen doen, dan is het ook gewoon ergens in het midden. Weet je ziet ook wel eens met TikToks. Ja. Ik heb met mijn TikTok. Je hebt echt TikTok verslaafd, hè? Ik ben echt TikTok verslaafd. Oké, in ieder geval. Dat je, als je zeg maar confused bent. Ja. Om een gevoel van een man, dan vindt hij je niet leuk. Als je het zeker weet, het is echt wel heel zielig, want er zijn heel veel meiden die echt denken, oh, maar ja, je weet eigenlijk niet taal, onderbuikgevoel, weet je al dat het misschien niet helemaal goed zit. Ja, jongens zijn gewoon... Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik bijvoorbeeld een ruzie heb, kan ik heel vaag zijn om wat ik nu echt bedoel. Ja. Dat zal ik heel eerlijk gewoon nu straight zeggen, want ik durf niet helemaal eerlijk te zeggen van, oh, dit zit me dwars. Omdat ik me dan psycho voel, een beetje. Ik hou niet zo van emoties tonen. Maar uiteindelijk moet je er gewoon niet omheen draaien en het gewoon zeggen tegen iemand. Dus vrouwen kunnen daarin wel heel vaag zijn, vind ik. Heel onduidelijk. 100%. Mannen weten soms ook gewoon niet. Ja, vrouwen niet. Vrouwen die willen soms, nou ja, vaak willen vrouwen wel gewoon meteen weten, oké, gaan we ervoor? Of hoe staan we ervoor? Wat zijn we, weet je wel?
En soms denken mannen gewoon, ja, ik weet het gewoon niet. Het is toch gewoon gezellig, we zien het wel. Mm-hmm. Dat zijn ook wel vaak de niet, hoe heet dat? De niet serieuze jongens. Normaal doen. Okay. Maar ik ben niet zo overigens. Maar, maar dat is, ik denk dat daarom mannen het vaak doen. Zo. Hij is lekker, hè? Ja, ik vind het wel een heftig ding. En ik mis nog meer saus. Ja, nee, er zit heel veel saus in. Ja, kijk, je zwemt in de saus. Laat zien. Ja, maar ik mis gewoon mayo eigenlijk. Gewoon. Ik kan ook kapsel met mayo bestellen. Natuurlijk. Echt? Ik denk het. Nee. Ik denk dat die dat moes jou wel heel scheef gaat aankijken. Het is gewoon even van mayo erop. Zegt hij dan? Vinden jongens het kut als een meisje hem negeert een paar dagen omdat ze boos is? Ja. Ik vind het heel knap als je hem een paar dagen kan negeren. Tuurlijk. Tuurlijk, ik vind het ook kut hoor. Negeren is begeren. Kerel? Ja. Ik word helemaal gek als een chick mij negeert. Ja. Maar ja, dat is denk ik voor iedereen. Dat hoort, als je iemand leuk vindt, dat je het kut vindt. Kijk, ik vind het best wel prima om te laten zien van, these are my grounds en ik vind het niet leuk. Maar... These are my what? These are my grounds. Gewoon dit... Snap je hem niet? Nee. Gewoon van als er iets niet tof is, dat je ook gewoon inderdaad in plaats van gaat zeuren, gewoon aangeven van ik heb even wat tijd voor mezelf nodig. Maar is negeren de beste manier? Nee. Toch? Nee, ligt aan wat je wilt toch? Ik vind wel. Wat? Negeren. Mag ik jou jas lenen? Oh ja. Want anders heb ik echt een korte jas en ik moet het ook lenen. Is goed. Hoe weet je of je een jongen je leuk vindt? Ik vind het trouwens echt bijzonder dat ik sneller ben dan jou. We zijn minder. Een beetje even. Ik ben een beetje verlegen toch? Met mensen nu. Maar, wat zeg ik? Thumbnail. Maar hoe kan jij inderdaad sneller zijn? Dat is echt heel raar. Wat was... Die AA is bijna opa, het is echt zo lekker. Is goed hè? Ik zeg toch, hij past perfect bij de kapsel. Jij wilde nog iets anders hebben, Fernandez toch? Ach, ja, ik wilde gele Fernandez hebben. Welke? Gele. Gele? Ja, die is lekker vind ik. Huh? Ik heb nooit iemand gele dat is lekker. Nee? Hm? Wat is dan? Paars of rood? Ik heb mijn oortjes opgeruimd. Ik heb oprecht nog nooit iemand... Pakken, dus kun je even pakken. Wat? Die oortjes? Ja. Oh, hoe weet je dat jongens je leuk vinden? Ja, dat weet je wel. Ja, inderdaad. Wat je net... dat weet je wel echt. Wat je net zeg maar zei, als je erover twijfelt, ja. Dan is het er niet goed. Ja, en een jongen die laat echt wel merken dat hij je leuk vindt, want dan wordt hij jaloers en dan wil hij heel veel bij je zijn. Ja. Heel veel bij je zijn. Ik ben wel benieuwd naar. Ik praat echt Amsterdamse ineens. Hoor je dat? Oh. Voorbij je zijn. Je gaat veel met Leo. Ja, hè? Leonard steek maar aan. Leonard is een vriend van ons die... En mijn huisgenoot. Ja. Oké, okay, skinny or curvy? Hoeveel letten jullie mannen op het figuur van een vrouw? Ja, wel veel. Maar vind je... Ik ben er wel benieuwd naar. Of jij skinny of curvy mooi vindt? Een beetje combi. Ja, kijk. Ik ben zelf ontzettend breed natuurlijk. Ik sport heel veel elke dag. Dus nee, geitje. Maar ik heb zeg maar... sowieso een ik beetje denk tussenin. Ik denk dat jij wel meer op skinny valt. Ja, een beetje tussenin toch? Klein beetje body. Maar, wat was dat? Nee. Het gebeurde niet. Wat? Vond je dat vies? Ja. Maar, skinny of curvy? Ik denk dat mannen vaak stoer doen over we kijken naar billen en tieten en weet ik veel. Maar uiteindelijk valt het reuze mee. Je zegt net dat je het heel belangrijk vindt hoe het lichaam eruit ziet. Ja, dat was in het begin even een grapje toch? Het valt er gewoon echt mee. Zo vol. Ja, lekker hè? Maar ik heb niet het gevoel alsof jij er echt op let. Nee, is ook zo. Jij kijkt meer naar het hoofdje. Mm-hmm. Ja. Ik weet het klinkt echt cliché en mensen gaan het ook niet geloven. Maar ik kijk echt naar ogen en lippen. Ah, oh, dat lief. Ja, en naar dikke billen. Nee, geintje. Maar. Dat komt een beetje. Ja, maar eerlijk. Het... Ja, het is wel zo. Ja, ik denk dat hoe ze leuk... Ja, oké, dat kan ik niet zeggen. Oeh. Ik denk dat hoe, zeg maar, de connectie die je tussen iemand hebt en ook gewoon... De handelingen zijn belangrijker, denk ik, dan iemand hoe iemand eruit ziet. Ja. Nou, het ligt er ook aan wat je wilt, toch? Wil je gewoon één keer met iemand naar bed? Ja. Of wil je echt een band met iemand opbouwen en wil je serieus met diegene zijn? Vrouwen kijken sowieso er niet naar. Naar? Nou ja. Naar binnen? Nee, naar gewoon naar... Oh, dat naar is het. Nee, dat nee, maar vrouwen is wel, denk ik, het... Vrouwen kijken toch ook naar iets? Ja, misschien wel. Misschien wel. Nou, wat dan? Ja, gewoon naar, gewoon natuurlijk kijken naar uiterlijk. Nou... Ja. Ja, maar ik kijk ja, naar lach of zo. Of gewoon. Ah, nee, vrouwen vallen meer op praatjes. Je ziet zo vaak zo'n knappe chick met zo'n lelijke gast. Nee, geintje. Hé, hey, dat is gaaf, hè? Nee, geintje, maar jij bent wel, jij hebt wel echt praatjes. Ik heb wel praatjes. Je hebt ook een leuke kop. Oh, je bent ook aardig, weet je, maar.
Het is eigenlijk lelijk, maar je hebt wel praatjes. Dat is eigenlijk wat je nu zegt. Oké, in ieder geval. Ach, Mart. Ik moet snel zijn, want we moeten echt gaan. We gaan dus zo meteen naar... Oh ja, dat heb ik verteld. Ja. Wacht. Vinden jongens. DJ Vicky. Oké, hij weet. Vinden jongens het leuk als een meisje ze plaagt of sarcastisch doet? Pardon. Ja, 100%. Ja? Ja, zeker weten. Kijk, plagen, ik vind dat er sowieso bij hoort altijd. En dan hou je het ook een beetje leuk. Ja, ik hou ook van plagen. Ik vind het nog steeds fucking raar dat jij je friet in de mayo dipt de hele tijd. Maar ik denk meerdere met mij. Maar plagen hoort er sowieso weer bij. Je moet, dat het er blijft, houdt het toch ook leuk? Kijk, ik heb er een hekel aan, ik zweer het je. Is als een vrouw dat juist niet doet. Snap je? Dat ze alleen maar ja is goed. Oké, we gaan dit doen. Dan zegt ze alleen maar ja. We gaan film kijken, ja. Mm. We gaan wijn drinken, oké, ja. Is het voor jongens een afknapper als een meid tussen de 20 en de 25 nog een maagd is? Nee, sowieso geen afknapper. Waarom zou het een afknapper zijn? Ik denk dat het juist veel interessanter wordt. Nou, ja. Ja, serieus. Ja, toch? Ja, het is niet een afknapper. Oh, wacht even. Ben ik die jongen of ben jij die jongen? Dat dacht ik. In ieder geval. Nee, ik denk... het is geen afknapper. Sorry. Nee, wat vinden... Zullen we het even andersom gaan doen? Nee, geitje, maar... het is sowieso geen afknapper. Ik denk dat het juist veel interessanter wordt. Ja. Ik denk dat je wel... Sowieso als je zegt als vrouw zijnde of man zijnde ook, hè. Als je zegt, ik ben nog maagd op die leeftijd. Dat je eerst reis krijgt, echt? Ja, echt waar? Toch? Ja, precies. Ja, precies. Ze luistert niet eens. Ja, ik luister wel. Maar dat denk ik. Ik denk dat het juist interessanter wordt. Ja, denk ik ook. Bij mannen ook, toch? Of bij mannen niet? Nee. Dan zou je wel denken, wat is dit voor nerd? Nee, dat niet. Ik vind het wel aandoenlijk. Maar ja. Het maakt mij niet uit of je er niet 80 of 100 of 30 hebt gehad. Ja. Als je maar... Ik vind het knap, want ik vind niet zo heel snel iemand aantrekkelijk. Ja. Dus bij mij duurt dat echt heel lang. Tot ik echt met iemand het bed in wil. Ja. Dat weet ik. Nee, geitje. Dat is mooi, toch? Ik ben helemaal bomvol trouwens. Ik zit ook helemaal vol. Wow. Oké. Afknappers en dingen die jij als man bijvoorbeeld geweldig vindt aan een vrouw. Laatste vraag. Dus eerst afknappers? Ja, doe gewoon maar de af, ja. Oké, een echte afknapper bij een vrouw. En dan staat denk ik stijf op nummer 1. Asociaal zijn. Ja. Wow. Dan ben je echt, kan je zo. Wel. Wie is nou echt heel knap? Sveta Billy. Ja? Ja, die Russische. Ja, zij is niet normaal. Die Asian guy. Ja, dat is in principe mijn droomvrouw. Maar als ik haar tegenkom, dan... En zij doet asociaal. Dan zou ik haar denk ik nog steeds doen. Maar dan zou ik... Nee, dan zou ik gewoon denken, ja, wat de fuck is er mis met jou? Ja. Ik vind vrouwen die asociaal zijn, echt gelijk 10 naar beneden. En wat ik ook heel asociaal vind, nee, wat ik ook echt afknapper vind, is niet humble zijn als vrouw zijn. Weet je wel? Ja. Bescheiden. Het komt wel hand in hand met asociaal zijn. Ja. Maar ik val echt op meisjes en meisjes. Nee, je valt gewoon op nette meisjes. Nette meisjes, ja. Mensen die beschaafd. Ja, beschaafd, ja, ja. Nou, ik heb het zelf met een man, hoor. Ik vind het heel sexy als iemand gewoon heel beschaafd is. Mm-hmm. Ik weet niet, niemand voegt aan mij, maar goed. Nee. Oké, ik vind de video wel geslaagd. Vind je video geslaagd? Ja. Ook. Zo. Als jij blij bent, ben ik blij. Ben ik ook blij. Oké, guys. Kapsalon is bijna op. Bijna op, maar ik voel het echt pittig hoor, de laatste paar. Je kunt het wel bewaren. Nee. Wil je bewaren? Nee. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. En vond je het nou? Doe dan even een duimpje omhoog. En laat even een reactie achter hieronder. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei doei. Doeg.